Lekker deze. Nou, dat wordt goed voor jullie gezorgd, hè? Enorm. Daar ligt het niet aan, hè? Ja. We hebben een catering. Zo lekker. Dan kom je zelf nog wel aan koken toe, als je vanavond... Je hoeft niet meer te koken. Ja. Ik heb geen honger meer als ik bij hun heb gegeten. Het is echt heel erg niks. Altijd een verrassing. Ja. Heb je je dan weer moeten bewijzen met audities? Of vragen ze je? Dit niet. Nee? Ze hebben me gevraagd. Is het een unicum? Nou, voor jou? Ik zou toch meestal wel auditie te doen. Ik heb altijd gegild. Het lijkt me zo luxe als ze me een keer vragen. En dan overkomt het je en dan heb je echt iets van... Huh? Dus, maar waarom hebben ze jou gekozen? Ik ben natuurlijk zo leuk. Nee, maar. Ik heb geen idee. Maar waar is het wachten nu op? Geen idee. Waar wachten we op, Jan Willem? Jan Willem, weet je eigenlijk waar we op wachten? Weet je op jou? Op mij? Hij speelt mijn man. Die is ook leuk, hè? Ja. Is hij nou leuker als je echt een man? Ik heb geen man. Ah, dat is geen man. Ik geloof ik helemaal niks van, joh. Hey, Bart is echt heel erg leuk. Ja, hè? Ja. Bart is ook bijna in één take staat het erop. Het is ongelooflijk. Oh, jij bent het, diegene die het vaak bij over moet? Ik had laatst 13 takes. En iedereen weet het nog. Is dat een record? Ja, dat is een record. Maar het was gewoon een zin. Ik kon hem niet onthouden. En toen had ik hem. En toen ging van iemand de 06 af. Ja? En toen kreeg iemand anders een slappe lach. Dus nou, dat gebeurt hier ook nog wel eens. Ja, en toen kon ik er niks aan doen. Zo jammer. Je moet? Oké. Opname, dank u wel. Jij laat je benen altijd zo weinig zien, maar je hebt heel wat in huis. Qua rank en slank uit. Maar ja, met dit weer is het natuurlijk niet echt lekker om in een pentietje te lopen, hè? Nee, maar je kan het wel goed hebben, hoor. Jij. Dankjewel. Ja. Dat is complimenteus vandaag, joh. Ja, ik heb wel eens anders meegemaakt. Nee, je weet, ik ben altijd dol op jou. Ja, ik ben wel vrij direct en recht door zee, maar ja. Ja, vind ik ook een fijn, ja. En geen poeha en zo en allemaal, hè? Nee. En dan staat ze weer, hè? Ik zei altijd, als ik jou was, zou ik het eigenlijk zat worden steeds, zo. Huh? Moet je zat worden? Weer opnieuw die scène. Ja. Ja, er zit gewoon heel veel, kijk. Daar staat een camera. En dan camera. Even boven, zo. Ja. Wij moeten ophalen. Wat? Wij moeten ophalen. Ja. Oké, okay. Nou, dan stoppen we weer. Oké. Okay. Nou, voor de 13e keer, hè. Ik denk dat je het beste kan noemen een natuurlijk talent. Het was iemand die eigenlijk de tekst leerde, ging staan en de tekst zei. En dan was het er al. Acteren was voor haar ook volgens mij niet een heel ingewikkeld ding. Maar ze vreselijk ergens doorheen moest om ergens te komen. Ze had een natuurlijke wijze van praten en een natuurlijke wijze van bewegen. En als zij gewoon deed wat ze dacht van nou, ik praat nu en ik loop nu, dan zag het er altijd natuurlijk uit. Dat vond ik heel apart. Dat hebben maar sommige mensen. Wat doe jij hier? Ik kom later wel terug. Oh nee! Louis, dit is mijn zus. Oh, hoi. Roos, dit is mijn regisseur eigenlijk. Hoi, Roos. Ik speel Catharina in De Getemde Fakes. Oh, ja. Hey, ik moet gaan. Ja. Ja. Dag. Dankjewel voor het filmen. Ja, nee, goed, natuurlijk. Nou, het kan een beetje raar lopen, want volgens mij in De Meiden van de Wit ga je ook weer binnenkort met Chris Segers spelen. Die heeft ook volgens mij een rol. Ja. Ja. Ja, vorig jaar ook al. Dat is je ex. Hij, ja, ik prijkt, zag hem staan. Hij ja. prijkt daar nog leuk op een leuke vakantie, ja, in Turkije. Nou. Oké. Okay. Hoe is dat dan uiteindelijk opnieuw zeg maar met je ex te moeten spelen? Wat volgens mij ook in De Meiden van de Wit. Krijgen jullie ook weer wat? Ja, dan was hij mijn minnaar, zeg maar. Ja. Ja, ik was eigenlijk heel blij dat Chris het ging doen. Dat is toch, ja, is vertrouwd. En ja. Zijn gewoon goede maatjes, dus... Ja. Nog steeds? Ja. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk alleen maar lachen. Yeah.
Love Me Forever, ja. Ja, dat is gewoon het liedje. Ja, en ja. Daar ben je wel achter dat het niet zo is in de werkelijkheid? Nou, ik denk dat op het moment kan je bepaalde dingen wel voelen. En of het forever is, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Volgens mij weet je dat op de dag dat je doodgaat. Ja. Zij hoopte, en dat liet ze ook merken, dat ze er helemaal van af was, van de ziekte. Dan komt het extra hard aan. Omdat ze, ik zag op tv dat ze weer een reisprogramma had gedaan. En ze zou een toneelstuk gaan doen, daar hebben we het ook over gehad. En het was ook ik vond het echt een hele lieve, warme vrouw. Die toch een enorme indruk op heeft mij gemaakt. Wat sprak je ook met haar over haar ziekte? Ja, daar hebben we het over gehad, ja. En over het vreselijke van de broer die zelfmoord pleegde. Dus ze zei, ik moet blijven leven. Ik kan dit mijn vader en moeder niet aandoen. Weg bij die deur. Je zit er buiten, godskoleren! Hoe moet ik dat nou weten? Eddie! Ga liggen, ga op de vloer liggen. Ja, we schreeuwen het af. We trekken aan haar en slaan. En af en toe zoenen we ook wel. Ja, ook, we doen ook wel lief tegen elkaar, maar dat wordt meteen weer afgebroken. Zijn dat nou gewoon toneelzoenen? Nee, ze zijn echt... Nee. Ze zijn heel 100% hij wil altijd echt zoenen. Dat ging ook een beetje overdreven, maar ja. Nee hoor. Ja, maar jij begint altijd. Heb je er al genaaid? Gewoon blijven liggen. Shit! Vind je het nou eigenlijk om zo'n groot... lang uit in de stad te hangen? Ja, het is raar, want weet je, als we op tournee zijn, dan rij je Delfzijl binnen en dan zie je jezelf hangen en denk je, oh, we hangen. Maar dat je dan in Amsterdam hier hangt, dat is anders. Ja, hoe anders? Ja, dat is omdat het gewoon je thuisfront is. Ik vind dat wel kicken.